Amanda van Je Lange Staart Atelier. Tot nu toe hebben we eigenlijk alleen maar bakvideo's gemaakt. En vanaf vandaag gaan we ook ander soort video's maken. Ik wil namelijk jullie een beetje vertellen over een boek wat ik sinds kort heb. Dit is hem. Van een dame, hoe heet ze ook alweer? Och jeetje. Ja. Jasmien Othman. Ik ken de dame eerlijk gezegd niet, maar wat een prachtig boek heeft ze gemaakt. Zoals je ziet heet het atelier Confiserie. En het gaat dus over alles wat God verboden heeft. Snoepgoed. Van Turks fruit, karamels, fudge, chocoladereep, noem het maar. Het staat er allemaal in. En ik moet zeggen, ze heeft het goed gedaan. Het is een boek wat goed is opgebouwd. Een recept is kort en bondig neergezet. Dus je verdwijnt niet in lappe tekst. Dat is altijd wel prettig. En naast het recept staat altijd een tekening van alle instrumenten die je nodig hebt. En aangezien eigenlijk de basis van al deze recepten gekookte suiker is, heb je dus in ieder geval bijna altijd een suikerthermometer nodig. Dus dat is wel even belangrijk voor je met dit boek begint. Die moet je echt wel hebben. Het boek is heel logisch opgebouwd. Je begint met recepten van, waarvan de suiker voor een hoge temperatuur nodig heeft, van 140 tot 150 graden. En in fases ga je naar recepten toe waarvan de suiker dus minder hoog, hoge temperatuur nodig heeft. En dat wordt eigenlijk heel logisch gedaan. En daarmee leer je eigenlijk ook spelenderwijs de verschillende stadia van gekookte suiker. Ik wilde natuurlijk eens even kijken van, kloppen die recepten ook? Want dat vind ik ook wel erg belangrijk. Een leuk kookboek om te lezen, heel erg leuk. Maar als ik wat wil maken, dan moeten de recepten kloppen. En dat gaan we dus gewoon uitproberen. En aangezien wij ontzettend grote fans zijn hier van Noga, begin ik daarmee. Nou, we gaan maar gewoon beginnen. Het recept van wat ik ga maken staat op bladzijde 96. Noga met pistachenoten. Alleen het plaatje al. Ik bedoel, dat is toch lekker. We gaan aan het werk. Ik heb alle ingrediënten klaargezet. Dat is altijd wel makkelijk met dit soort dingen. Grijp je niet mis. Het enige wat ik nou nog mis is een suikerthermometer. Ik heb een hele antieke. Die werkt dus nog feilloos. Maar als je zo eentje hebt met een elektronisch gevalletje, ook prima natuurlijk. Het is helemaal aan je eigen portemonnee wat je ervoor uitgeeft. Goed. Een vierkante schaal van 19 bij 19 ligt invetten. Met bakpapier bekleden en op de bodem ouwel leggen. Nou, dat heb ik. Dus die staat klaar. Verwarm in een pan met dikke bodem de suiker, het water en de honing op een matig vuur. Draai hem even ietsje terug, want hij staat nou hoog, maar dat kan wel. Beginnen we met het water. De honing. En de suiker. Hartstikke idee. Roer totdat de suiker is opgelost. Nou, dat is makkelijk, hè? Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb zelf dus ook totaal geen ervaring met dit soort werk. Vraag me om cake te bakken, koekjes te bakken, geen probleem. Maar suikergoed, hè, snoepgoed en dat soort zaken, ik heb het nog nooit gedaan. Dus als ik het kan, kunnen jullie het toch ook. Willen we zachte noga of willen we harde noga? Normale. Normale noga. Staat er niet bij. Het suikermengsel is aan het koken. En nu moet ik het brengen. Staat hier. Tot 120 graden voor een extra zachte noga. Want daar hebben we voor gekozen. Naar rijpberaad. Dan zet je de thermometer erin. En dan gaat hij omhoog. Althans de temperatuur op de ding. Kruipt richting de 110, maar heeft dat nog niet. Dus we hebben nog eventjes. Nou, ik heb de mix er even bij gepakt. Want het eiwit moet stijf geklopt worden. Volgens de tekst, ja. Tot soepele pieken. Oftewel in het Engels soft peak stage. Daar gaat hij.
Peak Stage. Dus het is luchtig geklopt, maar niet helemaal stijf. Dan gaan we eens even kijken naar mijn pannetje hier. Hoe het daarmee staat. Ja, we zijn er. 120 graden. Vuur uit. Nou ja, vuurplaat uit. Thermometer kan eruit. Mixer aan. En dan moet dit mengseltje langzaam bij de eiwit gegooid worden. Gegoten worden. En samen gemixt. Blijf kloppen tot het mengsel dikker wordt en roomwit kleurt. Ja, we zitten dus nu eigenlijk een beetje te twijfelen. Want in het recept staat dat ik de pistachenoten, de amandelen en de gedroogde kersen voorzichtig door het schuim moet scheppen. En nou staat hij al een poosje te draaien. En volgens mij is het nog geen schuim. Nou kan ik twee dingen doen. Of ik gok het erop, dat ik denk van nou het zou wel goed zijn zo. Of ik laat hem nog eventjes doordraaien. Wat zouden jullie doen? Ja, heb ik niks. Ik krijg geen antwoord van jullie. Ik laat hem toch voor alles zeker nog even doordraaien. Kijk wat er gebeurt. Ik zet hem uit. Ik heb nog eens even goed het recept doorgelezen. En er staat blijf kloppen tot het mengsel dikker wordt en roomwit kleurt. Nou, het is dikker. Het stroomt heel langzaam van mijn garde af. En de kleur is duidelijk ook roomwit. Dus ik waag het erop. Schep de pistachenoten, de amandelen en de kersen er doorheen. Nou, pistache. Amandelen, kersen en dan gaan we er voorzichtig doorheen scheppen. Nou, dit is een geheel nieuwe ervaring hoor. En nou heb ik dus van dit soort vellen. Die heb ik ooit een keer meegenomen uit Oostenrijk vandaan. En volgens mij zijn die wel geschikt. Jeetje, dat is lastig. Zo. Nou, dat is wat de Britten noemen gooey hoor. En dat gieten, dat gaat hem ook niet worden. Misschien heb ik hem toch te lang laten kloppen. Nou, ik heb het erin. En dan moet ik het vervolgens afdekken weer met blaadjes ouwel. En licht aandrukken. Dat is hem dan, of dat zou moeten wezen. Vervolgens moeten we dit 3 tot 4 uur, of liever nog de hele nacht, tot kamertemperatuur af laten koelen. Dan in stukjes snijden, of in vierkantjes. En dan kan je ze 2 weken bewaren in een luchtdicht afsluitbare trommel. Of een doosje met stukjes bakpapier ertussen. Nou, ik vind het heel spannend. We hebben hem al geproefd net. Het smaakt wel al als noga. Dus dat hebben we al gewonnen. Het eindresultaat, dat zie je straks aan het eind van de video. Want ja, die 3 uur, die gaan we niet meer filmen. Dat is een beetje saai, denk ik. Om dat te staan wachten tot het afkoelt. Dus dat zie je straks. Goed, we gaan weer verder met het volgende recept. Nu toffies met ahornsiroop. Ahornsiroop. Daar wil ik wel in badderen. Dat is zo lekker. Ik krijg af en toe van een oom en tante uit Canada een fles toegestuurd. En daar zijn we altijd heel zuinig op, want het is de echte. En hij is zo lekker. Maar goed, we gaan er dus nu toffies mee maken. En volgens het recept moet ik in een pan met dikke bodem, die heb ik hier, de suiker, de golden syrup, ahornsiroop, boter en vanille-extract verwarmen. Nou. Suiker. En in dit kannetje heb ik de golden syrup en de ahornsiroop zitten. En de golden syrup is een beetje dik bij mij.
De vanille ook. Roer totdat de suiker is opgelost. Zet dan de thermometer in de pan en breng de siroop aan de kook. En laat de siroop ongeveer 30 minuten doorkoken tot hij bij 138 graden het stadium van zachte kraak heeft bereikt. Nou, dus het gaat wel eventjes duren dit. En dan verlangen we eigenlijk wel weer naar reuk-tv, hè? Dat ze dat uitvinden. Want dit ruikt echt heel lekker. Komt onder andere door die golden syrup. Nee, die golden syrup niet, de ahornsiroop. Die ruikt zo lekker. Ja, die ruik ik. Heerlijk. Nou, we hebben de temperatuur bereikt. Dus de thermometer gaat weer uit. Dan moeten direct de pekannoten erbij. En de bakzoda. Die. En die. Oh, wat leuk. Het begint helemaal licht te kleuren nu. En heel luchtig te worden door de soda natuurlijk. En dan moet ik het storten. Zo leuk. Nu moeten we 5 minuutjes wachten. En dan moet ik streepjes trekken waarmee je de brokjes straks kunt afbreken. Of waar langs je de brokjes kunt afbreken. En het ruikt weer zo lekker. In stukjes gesneden. Afkoelen maar. En zeggen ze dat het ongeveer 30 minuten gaat, duren, dat afkoelen. Ik weet niet. Dus het kon wel wat langer duren. Het is wel erg heet. Maar dat zijn ze. Nou, wachten we weer. Op naar de volgende. Goed, onze volgende lekkernij. Kattentongmeringues. Met koffie en hazelnoot. Dat klinkt ook weer zo lekker. Ik mag wel uitkijken, het wordt vierkant. Maar goed. De oven die hebben we al aanstaan. Op 100 graden voorverwarmd. De bakplaat hebben we met papier bekleed. En in een kom moet ik de suiker en de oploskoffie mengen en wegzetten. Oké. Suiker. En koffie. Zout in de kom van de keukenmachine en klop de eiwit op een matige snelheid. Klop totdat zich soepele pieken vormen en voer de snelheid op tot maximaal en voeg eetlepel voor eetlepel het suiker koffiemengsel toe. Nou, dat is een bekend verhaal, dat hebben we al vaker gedaan zo. Eiwitten erin, snufje zout en aanzetten maar. Gaan we dus lepeltje voor lepeltje het suiker koffiemengsel toevoegen. Ik zal nog eventjes de rand schoonmaken, want daar heb je nog wat van de koffie en suiker. Massa.
staat er: schep met een metalen lepel de helft van de gehakte hazelnoten door het eiwitmengsel. Zo. En dan gaan we het overbrengen in een spuitzak. Daar heb ik een spuitmondje in gedaan met een ronde opening. Je kan natuurlijk ook een puntje vanaf knippen. Hetzelfde effect. En dan zitten jullie misschien af te vragen waarom dan in hemelsnaam die azijn erin gedaan wordt. Maar die azijn die zorgt ervoor dat de binnenkant altijd een beetje gooey, een beetje plakkerig blijft. En daardoor zijn ze ook iets minder kwetsbaar voor breken dan dat ze helemaal bros zijn. Wat ik wel gemerkt heb is met dit werk dat je enorme plakhanden de hele tijd hebt. Dus 35 kattentonnen. Dus een aardig recepje. Dan moeten we met de resterende hazelnoten de kattentongen een beetje meer bestrooien. En dan gaan ze de oven in voor hoe lang? 1 à 1,5 uur. Nou, daar gaan we dan. Zo, nou, we hebben gisteren altijd lekkers gemaakt wat jullie hier naast me zien staan. En ik moet zeggen, het resultaat valt zeker niet tegen. Wel een paar kleine kanttekeningen. De receptuur klopt wel. Maar je moet wel voor zorgen dat je echt alles hebt klaarstaan. Want als de suiker eenmaal op de juiste temperatuur is, is het een kwestie van heel snel handelen. De toffies zijn bijvoorbeeld niet echt toffies. Maar wel heel goed eetbaar en heel erg lekker. De noga hadden wij gekozen voor de zachte versie. Volgende keer zou ik voor de halfzachte versie kiezen. Dus die iets steviger is. Want deze is wel heel erg zacht. En niet helemaal zoals wij hem eigenlijk graag hebben. Maar de smaak is goed. En ze zien er ook zeer keurig uit, vind ik zelf. En dan de schuimkattentongen. Ja, die zijn gewoon heel simpel en gewoon heel erg lekker. Leuk voor een high tea of gezellig middagje met je vriendinnen. Dus, maar het boek op zich, ja, ik heb er wel schrik van. Ik denk dat ik er wel meer mee uit, wel meer dingen uit ga halen. Want... het inspireert me wel, moet ik zeggen. Dus, nou, dat was het weer voor deze keer. En we hopen dat we gauw de volgende film weer kunnen maken. Oh, en we hebben tegenwoordig ook een blog op internet. Kijk gerust eens rond op www.jolanda-taartatelier.nl. Daar komt ook een blog op te staan. En daar ga ik nog wat verder in op wat we hier gemaakt hebben. En voor de rest natuurlijk, word abonnee van ons YouTube-kanaal. Altijd welkom. Ben je altijd op de hoogte van alle laatste nieuwtjes? Want er komen er nog veel meer in de komende tijd. We gaan er weer helemaal tegenaan. Dus tot de volgende keer weer. Doei! Goed, hallo! Jolanda van Jolanda's Taartatelier. Nog 2 weekjes en dan viert de romantiek weer hoogtij in heel de wereld. Valentijnsdag. Nou zie ik heel veel dingen voorbij komen van taartjes, koekjes... van alles wat je kan maken voor je geliefde. Maar ik had zo zitten denken, die van mij, die is gek op een high tea.